Dus van harte welkom bij dit lunchwebinar. Het is 15 januari 2021 alweer, klokslag 12 uur. En het is vrijdag, dus we gaan het natuurlijk hebben over opties. Dus ik heb vandaag in ieder geval ook weer twee interessante optiegoeroes bereid gevonden om een heel mooi lunchwebinar te verzorgen. Onder andere Menko Zweep en natuurlijk Peter Meiburg. Dus beide natuurlijk heel veel kennis en ervaring op het gebied van opties. En ik zou zeggen, Peter gaat beginnen, geloof ik. Hè? Dus ik zou zeggen, Peter, heel veel succes in ieder geval. Dank je wel. Ik eerst even check of ik te zien ben met mijn scherm. Ja, dat gaat helemaal goed. Dan zal ik hem even op de dia-voorstelling zetten. Ja, maak een stukje groter. Kijk. Gaat helemaal goed. Oké, nou, welkom allemaal. Dank je wel, Harm, voor jouw introductie. Eerst eventjes weer mijn introductie voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Peter Meiburg. Ik handel al een aantal jaren in opties. En ik heb ooit voor Traders Only dit boekje geschreven. Ze kwamen met de vraag of ik iets over opties wilde schrijven. Hoe ook jij geld verdient met opties. Nou, in dit boekje, ik weet eigenlijk niet of het nog verkrijgbaar is. Ik krijg wel eens een mailtje van de week ook weer of dit nog te koop of te krijgen is. Maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb zelf ooit links eens een mailtje gestuurd, maar daar heb ik geen reactie op gekregen. Ik dacht, dan koop ik de hele voorraad op en dan kan ik die misschien nog eens weggeven links en rechts. Maar geen idee. Maar in ieder geval, het is destijds in behoorlijke oplagen verspreid. En ja, ik behandel hier eigenlijk de wat eenvoudiger, laat maar zeggen, tweebenige optiestrategieën. En toen ik dit boekje klaar had, toen dacht ik, ja, en nu? Want nu, ik heb wel ervaring. Ik weet wel het een en ander van opties. Mijn vriendin zei toen, je moet een website beginnen. Toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Dus dat ben ik in, wanneer was dat? 2017, 2018 volgens mij begonnen. Nou, onder andere op mijn website kun je een e-book downloaden gratis. Dat zie ik een beetje als de follow-up van dat eerste boekje. Winstgevende optiestrategieën. En daarin beschrijf ik eigenlijk de populairste strategieën. Hè? Dus calendars, Arwen Condors, butterflies, maar ook spreads. Dus je kunt het gratis downloaden, slimmermetopties.nl. En wat je daar ook kan doen, ik heb er twee cursussen gemaakt, online cursussen, de credit spread en de debit spread. Ik denk zelf, als je deze twee strategieën onder de knie hebt, dan kan je eigenlijk wel in elke markt opereren. Of de markt nou echt bullish is of heel erg bearish of zijwaarts. Met deze twee strategieën kun je eigenlijk alle kanten op. 100% coronaproof. Je kan het vannacht je computer allemaal volgen, videolessen. Een e-book zit erbij en geen mondkapjes nodig. Dus ook hier kun je op mijn website voor terecht. En tenslotte Peter. Natuurlijk, ja. Peter, mag ik jou even onderbreken? Zeker. In de chat krijg ik een aantal vragen over of het boek nog dus fysiek te verkrijgen is, maar ook misschien digitaal te verkrijgen is. Maar misschien kom jij er zo meteen op terug over dat men naar jouw website kan gaan en dat kan downloaden bij een abonnement en dergelijke. Hè? Dat, komt wat later aan bod. Kijk, dit e-book, dit kun je natuurlijk gratis downloaden, maar het gaat denk ik om dit boekje. Ik heb daar natuurlijk nog wel in mijn computer de digitale tekst van. Ik heb alleen niet, zeg maar, de PDF. Dus ik heb het niet met plaatjes en alles. Dus ik moet even kijken. Ik zal nog eens gewoon eens een keer informeren of het nou eigenlijk nog te krijgen is. Volgens mij moet er nog wel ergens een soort restvoorraad ergens zijn. Maar dus dat ga ik nog eens informeren. Oké, okay. Misschien dat je daar de volgende keer dan, dat je daar even terugkomt. Dan, mensen die dan geïnteresseerd zijn, dat die ook weten hoe we gaan. Ja, ik schrijf het meteen even op. En dan kan ik hem misschien ook nog signeren. Dan kan ik hem misschien helemaal voor veel geld verkopen. Dat is lachen. Unieke exemplaren. Esther zegt dat Piet van Noppen ze misschien nog heeft. Misschien jou bekend. Esther heeft ze via hem besteld in oktober, november. Dus dat is relatief recent. Oh, oké. Okay. Nou, dan zal Piet dat misschien nog weten. Oké, okay, goed. Als er nog andere vragen zijn, Peter, dan
haak ik bij je in. Is goed. De tweewekelijkse nieuwsbrief, Beursvizier. Daarin vertel ik het een en ander over wat er aan de hand is op de beurzen. Technische analyse, maar ook een beetje de hele economische achtergrond van wat er gebeurt. En daarbij komen mijn live optieposities die ik inneem en die ik aanpas. Dat stuur ik allemaal via de Telegram-groep en via de mail. En natuurlijk als abonnee krijg je alle denkbare support. Alle vragen worden behandeld en als je ergens mee zit, dan help ik je weer op weg. Dus ook hiervoor kun je terecht op mijn website. En dan zitten we nu in het kwartaalcijferseizoen. Ik zat gisteren te denken, waar zal ik het eens over hebben? Toen dacht ik, ja, kwartaalcijfers. Ze zijn net begonnen. De banken in Amerika die geven altijd de aftrap. En een vraag die ik nog wel eens krijg, vooral in het begin van zo'n kwartaal, als die cijfers eraan komen, ja, hoe kan je daar nou op inspelen? Nou, er zijn een paar strategieën waarmee dat kan. Het blijft altijd een beetje een risicootje natuurlijk, want niemand weet wat zo'n koers gaat doen als die cijfers bekend zijn gemaakt. En dat vinden veel vooral optiehandelaren, ik noem ze eigenlijk ook wel een beetje optiegokkers, die vinden dat geweldig. Want ja, een koers kan ineens een flinke sprong omhoog, maar ook omlaag maken. Dus in aanloop naar die cijfers, dan zie je, we hadden het net over de volatiliteit, dat die impliciete volatiliteit heel erg toeneemt. Nou, dus wat ik al zei, elk kwartaal maken bedrijven hun cijfers bekend. Beleggers zetten vaak massaal een gokje in, op een stijging, ook op een daling. En die market makers die blazen die optiepremies op. Is het nieuws eenmaal bekend, dan loopt ineens alle lucht uit die opties. Dit is het bekende buy the rumor, sell the news. Ik herinner me ooit dat ik een keer op, dat was dacht ik, Apple een positie had ingenomen. Die zal ik nu niet bespreken, maar dat is eigenlijk een positie die je dan vlak voor het sluiten van de beurs inneemt. Zeg maar om onze tijd 9:00 s'avonds. En dan moet je de volgende dag, als die cijfers dus eenmaal bekend zijn gemaakt, moet je er echt snel bij zijn. Want daarna loopt al die lucht uit die opties. Dus die klappen helemaal in elkaar. En dan is het dus zaak dat je je positie snel sluit voordat zeg maar alle winst verdwenen is. Nou, een optiestrategie. Er zijn er meerdere, zei ik al. Maar eentje waarmee je dit op dit fenomeen kan inspelen, op die earnings. Dat is de pre-earnings calendar spread. Dus daar wilde ik eventjes wat meer aandacht aan besteden nu. Nou, wat is een calendar spread? Het is eigenlijk een relatief eenvoudige strategie, want het bestaat uit twee zogenaamde benen, twee opties. Je koopt en je schrijft een optie met dezelfde uitoefenprijs. Alleen de geschreven optie heeft een kortere looptijd. Nou, het idee is dus eigenlijk dat ook als die volatiliteit stijgt, dan nemen allebei die opties wel toe in waarde. Alleen je zal zien dat die geschreven optie, omdat die een kortere looptijd heeft, eerder leegloopt. En die langer lopende optie, die behoudt dus langer zijn waarde. Nou, dit is eventjes schematisch weergegeven. Dit is altijd een beetje theorie, maar als ik even hier een kringeltje zet. Dit punt, dat is eigenlijk het meest ideale als daar die koers eindigt. En dat is eigenlijk wat hier staat, stock price at front month expiration. Dus dat is eigenlijk de korter lopende geschreven optie. Als die koers daar precies op die uitoefenprijs zou eindigen, dan heb je eigenlijk je maximale winst. Nou, dat gebeurt natuurlijk lang niet altijd, maar daarom is dit even een theoretisch plaatje. En ja, het is ook altijd moeilijk om dit zo formeel weer te geven, omdat als de geschreven optie afgelopen is, dan loopt natuurlijk nog de gekochte. Die heeft een langere looptijd. En je weet natuurlijk nooit wat die koers doet en wat die optie doet. Dus dat is gewoon, dat kun je niet in een diagrammetje vangen. Maar met die earnings calendar, die ik dus nu even ga behandelen, is dat altijd zaak dat je voordat die earnings bekend worden, voordat de cijfers dus bekend worden gemaakt, dat je de positie hebt gesloten.
Nou, het hele idee achter die calendar spread is dus, wat ik al zei, je profiteert van het sneller leeglopen van die kortlopende geschreven optie. De gekochte optie, die houdt langer zijn waarde. En een calendar spread, dan heb ik het even niet over de specifiek die pre-earnings, maar gewoon in het algemeen, die kan je het beste opzetten als je denkt dat het onderliggende aandeel niet al te veel zal bewegen. Eigenlijk is een grote vijand van de calendar spread, als je hem hebt opgezet, dat je meteen of de dag daarna bijvoorbeeld een enorme sprong of daling in de koers krijgt. Dan krijgt zo'n calendar spread wel een tik. Maar als zo'n calendar spread, je kan hem eigenlijk bijvoorbeeld, stel dat een koers ontzettend hard is gestegen en dat je het idee hebt dat hij wat zijwaarts gaat bewegen. Dat zijn bijvoorbeeld wel momenten dat je zo'n calendar spread kan opzetten. Je kan hem ook licht directioneel opzetten. Hè. Dus stel dat een aandeel op een koers staat van 100, dan zou je zo'n calendar spread op kunnen zetten met de twee opties die de uitoefenprijs 100 hebben. Maar als je denkt, nou, hij kan nog wel misschien een paar puntjes stijgen de komende paar weken, dan kan je zo'n calendar spread dus ook iets boven die koers zetten. In ieder geval, ik heb het zelf niet uitgezocht, maar het schijnt dat zo'n calendar spread 60% meer slagingskans heeft dan dat je alleen een call of een put zou kopen. Nou, dat is toch goed om te weten. Nou, zo'n pre-earnings calendar spread, hoe ziet die eruit? Je schrijft een optie die vlak voor expiratie afloopt. En je koopt een optie die vlak na expiratie afloopt. Ik doe dit soort dingen eigenlijk niet heel vaak. Wat ik al zei, het blijft natuurlijk altijd gokken. Maar als ik zo'n pre-earnings calendar spread doe, dan doe ik die meestal met call opties. En op aandelen die altijd in het verleden hebben bewezen altijd wel goede earnings hebben. Dat wil zeggen, earnings die goed worden ontvangen. Want ik herinner me namelijk in 2018, meen ik, maakte Facebook zijn earnings bekend die eigenlijk helemaal niet zo slecht waren. Alleen het aandeel werd werkelijk gedumpt, omdat analisten, beleggers hadden meer gehoopt. Hè. Ze hadden op nog betere cijfers gehoopt. En die cijfers waren best goed, maar dus blijkbaar niet goed genoeg. En dat aandeel dat ging procenten omlaag die dag. En zo zie je maar dat goede earnings of slechte earnings, dat hoeft niet automatisch te betekenen een stijgende of een dalende koers. Vlak voor expiratie de positie sluiten. Want als je dus gaat wachten totdat die cijfers bekend zijn gemaakt, dan is alles voor niks geweest. Want wat ik al zei, die volatiliteit, die lucht uit dat ballonnetje, dat loopt er helemaal uit. Dus die positie die eerst nog behoorlijk wat waard was, die loopt ineens helemaal leeg. Praktijkcase Apple. Ik heb anderhalf week geleden, dacht ik, heb ik een positie in Apple ingenomen. En dat doe ik dan eigenlijk voor mijn abonnees van Beursvizier. Wat ik al zei, ik doe dit soort dingen niet zo heel vaak, maar ik vind het altijd wel vanuit educatief oogpunt leuk om te laten zien hoe zoiets nou werkt. Nou, Apple maakt op 26 januari zijn kwartaalcijfers bekend. En op 6 januari opende ik een pre-earnings call calendar spread. En dat zag er ongeveer zo uit. Dus dat laatste candletje hier, dat was, even kijken, 6 januari. Daar opende ik die calendar spread en de koers stond toen op 129. Nou, meestal stijgt Apple wel iets in aanloop naar de bekendmaking van die cijfers. Dus ik dacht, ik mik op de 130 call. Ik twijfelde nog even. Ik denk, zal ik 135 doen? Je weet het eigenlijk nooit. Maar, ik vond 130 wel, dan zou die nog iets kunnen stijgen. Die koers vond ik dan wel geschikt. Dus wat ik heb gedaan, sell to open, dus geschreven. Dus ik heb een optie, een call optie verkocht. En dat ging om de januari 2230 call. En tegelijkertijd buy to open, dus een optie gekocht, de januari 29. Dus die een week later afloopt, 130 call.
Nou, dus nogmaals, Apple maakt op 26 januari zijn kwartaalcijfers bekend. Dus die geschreven optie, die 130, die loopt een dag of vier daarvoor af. En die gekochte, die gaat er dus overheen. Nou, ik betaalde 1,75 26 januari, wat ik al zei, de earnings. En ik heb dit plaatje gemaakt een paar uurtjes geleden. Dus dit is de situatie eigenlijk nu. 15 januari voorbeurs. Nou, je ziet die koers, die is nog wat gezakt. Die is weer wat gestegen, weer wat teruggevallen. Dus ja, beleggers die kijken eventjes de kat uit de boom blijkbaar. De koers staat nu op 129,20. En ja, dat is eigenlijk wel ideaal voor mijn pre-earnings calendar spread. Want die geschreven optie, die wat kortere looptijd, die loopt natuurlijk harder leeg dan die optie van 29 januari. Dus nou, positie staat nu 11% in de plus. Misschien is dat inmiddels al een procentje meer, dat weet ik niet. Maar we hebben nog, denk ik, een ruime week te gaan. En ja, so far so good. Dus ik laat dit nog gewoon eventjes lopen. En dan heb ik een profit target en een max loss natuurlijk wel in gedachten. Nou, ik heb ongeveer een winst, neem ik, bij laten we zeggen 30%. Dus dat zou in dit geval van die 1,75 ongeveer, nou, zeg maar 50, 55 euro zijn. Max loss hou ik aan, 15-20%. Maar goed, ja, vooralsnog, die koers die gaat zijwaarts. En ja, tenzij Apple straks ineens enorm naar beneden dondert, dan zal ik hem moeten sluiten. Maar ja, misschien dat hij nog ietsje stijgt in aanloop naar de earnings. Dus we zullen het zien. Dus deze constructie die loopt nu nog ongeveer een week. Ik denk wel dat ik een paar dagen voor 26 januari eruit stap. Want anders gaat het misschien een beetje erg wild eraan toe. Wat ik ook al zei, earnings plays zijn altijd wat risicovol. Dus ik hou mijn posities klein. Ik ga niet echt heel groot daarin, daarop gokken. Ik stop ook nooit meer dan 2% van mijn portefeuille in één positie. Dus mocht het echt heel raar aflopen, dan dan jammer. Maar dan blaas ik niet mijn halve account op. Dan wilde ik nog even wat posities laten zien die ik in januari heb gesloten. Ik wacht niet altijd tot de dag van expiratie aanbreekt. Dus niet altijd tot vandaag, de derde vrijdag. Soms wel, als een positie echt heel ruim in de winst staat en dat slechts in een klein theoretisch geval nog in gevaar kan komen, dan laat ik hem gewoon aflopen. Maar meestal stap ik er daarvoor al uit. En ik had hier een positie in Microsoft. Dat is op zich wel eventjes grappig, want bij dat cirkeltje zag je dat Microsoft een hele bullish dag had. En ja, dat MA50 was stijgend en dat MA20... dat zat er nou bijna bovenop. Dus ik dacht, ik open een positie. En het maakte me eigenlijk op dat moment niet zo gek veel uit om een bull put te openen of een bull call. He, nou, een bull put weten we misschien allemaal nog wel. Daar schrijf je een put optie onder de koers. En ik had hier 205. Dus hier zou ik dan op dit niveau een put hebben geschreven. En daaronder de 200 had ik dan gekocht ter bescherming. En zolang Microsoft daarboven zou bewegen, zou ik de premie, die zou ik helemaal mogen houden. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Ik dacht dat ik iets van 70 euro aan premie ontving. En ja, wat ik al zei, het maakt me niet zoveel uit. Ook hier weer vind ik het aardig om vanuit educatief oogpunt voor mijn abonnees te laten zien hoe die twee nou werken. Dus ik dacht, dan zet ik ook alvast een bull call spread klaar. De 220, 225. Nou, 220, daar stond toen bijna die koers, dit niveau. Dus die positie die had dan nog een maand te gaan. Ik dacht, nou, een paar puntjes omhoog, dat zal er nog best in zitten. Dus ik dacht, weet je wat, ik leg alle twee die orders in. Als dan de een wordt getriggerd, hè, die wordt naar de markt gestuurd, dan stop ik de ander. Nou, wat denk je? Op exact hetzelfde moment, tot op de seconde, gingen allebei die orders de markt in. Dus ik zat ineens met twee orders in de markt. En
Ja, hier zie je ook, het is natuurlijk maar de statistiek van één, maar, en dat zal Menko met mij beamen, waarom ik toch ook een groot voorstander ben van het schrijven van opties. Want al binnen een paar dagen stond die boel put, hè, dus die geschreven put met die put daaronder, op een aardige winst. En die hebben toen ook gesloten, dus 53 winst. Ja, en die boel call die deed het eigenlijk ook naar verwachting, want die stond ook al aardig in de winst hier. En toen kregen we ineens weer iets, ja, ik weet niet meer precies wat het was. Het had weer met corona, geloof ik, te maken. Of de Engelse variant, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die koers die ging ineens hard omlaag. En ik dacht, ja, ik kan wel gaan zitten aankijken tot die misschien weer gaat stijgen. Ik heb hier gewoon mijn verlies genomen. Dus dat was 150 verlies. Dus zie je nogmaals, het is maar één voorbeeld, dat je met een met zo'n boel put, hè, met een credit spread, vaak heel goed uitkomt. Mensen zeggen vaak, ja, de opbrengst is zo minimaal ten opzichte van je risico. Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat jouw risico groter is dan wat je kan ontvangen. Maar ja, de kans, die moet je natuurlijk vooral meenemen. Hè. De kans dat het fout of goed gaat. Het gaat heel vaak goed, zo'n credit spread. Hè. En zeker met zo'n ja, sterk aandeel als Microsoft. In ieder geval, kleine winst voor mijn credit spread. Een wat groter verlies voor de debit spread. En dat was weer een goede leerschool. American Express. Ja, die zag er ook eigenlijk heel goed uit. Aandeel zit in een uptrend, is wat gecorrigeerd. Het RSI zat helemaal onderin en ik dacht, het was, even kijken, ik weet niet meer exact wanneer ik deze ben gestart. Maar dat was dus ergens, de derde week van januari. Ja, 53 eurotjes winst. Dus dat was eigenlijk, ja, dat is zo'n positie, daar hoef je niks aan te doen. Dus de 110 had ik hier geschreven, de put. Nou, dat was, moet ik even de pen pakken. Dat was dus, laten we zeggen, dit niveau. En ja, de koers die deed eigenlijk precies wat ik hoopte, verwachtte, die bleef daarboven. Tijdwaarde, die loopt helemaal weg. En dat is natuurlijk wat je wil met een creditspread. Je positie redelijk duur verkopen. En dan hopelijk dat je hem heel goedkoop kan terugkopen. Of nog beter, dat hij helemaal waardeloos afloopt. De ETF van de Russell 2000. Nou, ook hier een credit spread. En ik had hier op 180 gezet. De put met 175 gekocht. Die leverde 65 winst op. Moet ik wel zeggen, dit is een onderdeel van een, even kijken, een Iron Condor. Ik heb eigenlijk nog een positie lopen en die worden nu wel gechallenged, om het maar zo te zeggen. Want ja, die koers van de Russell 2000 is echt bijna hysterisch, wil ik het noemen. Want die is, ik weet niet, vanaf november, ik geloof al, nou, ik weet niet meer, 35% of zo gestegen. Of misschien nog wel meer, maar in ieder geval voor een index is dat echt gigantisch. Dus ik heb die Condor al een keertje doorgerold naar deze maand, dacht ik. Ja, deze maand. En ik moet gewoon eventjes kijken hoe zich dat nu ontwikkelt. Ik hoop natuurlijk dat die de komende weken wat gaat dalen. En anders dan probeer ik hem nog een keer door te rollen. Maar zo zie je, zo'n index in deze tijd, die kan dus enorm hard stijgen door al dat gratis geld wat maar wordt rondgestrooid. Dit is een positie die ik momenteel heb lopen. Die heb ik 12 januari, een paar dagen geleden, geopend. SLB, Schlumberger. Dat is zo'n grote partij, grote speler die in de energiemarkt zit. Die hele energiemarkt, de ETF's ook, die komen een beetje uit hun winterslaap. Die zaten echt een hele tijd in een downtrend. Maar als je kijkt naar Schlumberger, dit is trouwens de weekgrafiek. Ja, dan lijkt het erop alsof dat aandeel een beetje aan het uitbodem is geweest, eindelijk. Hè? Dus hier een laag punt, hier een iets hoger laag punt. Is inmiddels nu ook wel toch definitief boven dat MA50, het MA20, dat kruist hem bijna. Dus ik dacht, nou, voor de langere termijn, ik heb een call gekocht, dus een enkele call
En die loopt af volgend jaar januari. En dat is de 25. Dus die zit nu iets onder dit niveau ongeveer. Nou, ik denk dat ik daar nu in die paar dagen een soort break-even mee sta. Er is gisteren of eergisteren iets gedaald. Gisteren geloof ik weer iets gestegen. Maar in ieder geval, ik heb een jaar de tijd. En ja, het kan heel goed dat die koers nog een leuk tikje omhoog gaat doen. Dus deze positie, die, ja, daar doe ik voorlopig niks aan. Zilver, daar heb ik het al eens over gehad. Peter, mag ik daar een vraag ook over stellen? Dus je hebt een call-optie gekocht. Ja. Langlopend, in ieder geval in mijn perspectief. Hè, op het moment dat je januari 2022 aanhoudt. Ik moet ook even, nog even wennen aan 21 en 22. Ja. Maar omdat jij ook vaak combinaties maakt. De overweging om bijvoorbeeld daar op maandbasis of op halfjaarbasis ook een call op te verkopen? Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, daar kijk ik wel met grote interesse altijd naar. En nou, wat ik dan eigenlijk doe is, dan kijk ik niet op de weekgrafiek, maar op een iets kleinere grafiek. Als ik denk dat die koers wat gaat stabiliseren of misschien wat gaat terugvallen, dan ben ik wel geneigd om daar een korte lopende call op te schrijven. Ja. Kijk, ik kan me voorstellen, nogmaals, dit is de weekgrafiek, maar laten we die er maar gewoon even bij houden. Op dit niveau, kijk, die, op ongeveer dat 40 niveau, ik verwacht niet dat die koers daar in één keer doorheen zal knallen. Hè, die zal een beetje dit gaan doen misschien, en dan wat terugvallen, misschien daarna weer omhoog. Maar als zo'n koers dus een beetje weerstand gaat ondervinden of een beetje zijwaarts gaat trappelen, dan wil ik graag daar een korte lopende call opschrijven. Gewoon puur met het idee om wat meer rendement te maken. Om eigenlijk die kosten, die 5,35, wat terug te verdienen. Ja, ja, zeker. Het nadeel is wel, kijk, vaak heb je dan over de covered call. Dat moet je eigenlijk wel doen met aandelen die niet al te snel bewegen. Want als jij in een bijvoorbeeld een biotech aandeel zit, die kunnen nogal heen en weer springen. Dan ben ik zelf altijd een beetje huiverig om dan call opties te schrijven. Want voor je het weet raakt hij in de money en blijf je doorrollen. En ja, dan gaat het eigenlijk een beetje ten koste juist van je rendement. Terwijl het bedoeld is, zo'n call schrijven, om juist wat meer rendement te halen. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Dus nogmaals, als die koers een beetje vaart mindert, dan op een beetje veilige afstand daar een korte lopende call te schrijven. Dat is natuurlijk ideaal, want ik heb een jaar de tijd. En ja, misschien kan ik wel, ik weet het niet, misschien kan ik wel 9 of 10 keer een call schrijven. Nou, dan brengt dat die aanschafprijs van 5,35 natuurlijk behoorlijk terug. Zilver, een tijdje geleden heb ik daar eens over gehad. En dit is de weekgrafiek en ik ben ooit in zilver gestapt. En dan moet ik even kijken uit mijn hoofd. Ik denk dat hier ongeveer was, op dit niveau, toen die uitbrak. En die koers is toen echt geëxplodeerd. En toen had ik ik geloof anderhalf, twee weken iets van €600 winst, 5,95 was het. En aangezien ik wel bullish ben voor de langere termijn, heb ik voor dat geld een nieuwe langlopende call gekocht, de 23. En dus daar zit ik eigenlijk nu nog in. Dus die heeft uitoefenprijs 23 en die loopt af volgend jaar januari. Dus ook hier heb ik nog behoorlijk wat tijd. Dus die tijdwaarde die is echt minimaal nog die eruit loopt. Ja, en ik hoop natuurlijk dat die lekker verder omhoog schiet. En je hoort heel veel mensen positief over de edelmetalen. Maar je moet wel geduld hebben, want die edelmetalen sector die wordt ook behoorlijk gemanipuleerd door de grote banken. Ik noem een JP Morgan. Maar ja, ik denk uiteindelijk nu ook weer Biden gisteravond bekend heeft gemaakt dat hij dus miljarden weer extra wil gaan spenderen. Dat is meestal wel goed nieuws voor die edelmetalen. Want ja, hoe meer dollars er weer bij komen, hoe minder waard die dollar wordt en hoe groter de kans op inflatie. Dus we zullen zien hoe zich dit gaat ontwikkelen. Maar voorlopig zit ik prettig in zilver.
Dan zit ik ook nog in GDX. Daar heb ik het ook een vorig webinar over gehad. Dit vond eigenlijk zijn oorsprong in een... Dit is de weekgrafiek trouwens. In een diagonale spread. En waar dat cirkeltje staat, daar ben ik die toen ooit begonnen. Dat was in september. En ik had toen een looptijd van 3 maanden. Dus ik dacht, nou, ik denk wel dat zo tegen december die koers nog wat gestegen is. Nou, je ziet het tegenovergestelde gebeurde. Dus ik heb in een vorig webinar laten zien dat ik allerlei kunst en vliegwerk moest uithalen om mijn verlies te beperken. Nou, dat verlies dat uit mijn hoofd beperkte ik tot uiteindelijk tot €400. En het resultaat daarvan was dat ik aanstuurde op een assignment, een toewijzing. Want ik had een put geschreven. Dat was trouwens ook een calendar, maar dan met puts om mijn positie nog een beetje te hedgen. En dat pakte eigenlijk goed uit. Die calendar kon ik met winst sluiten en die put heb ik laten expireren in de hoop dus, of ja, in de overtuiging dat ik dan die aandelen zou krijgen. Dus dat gebeurde ook. Ik heb nu 100 aandelen GDX. Nou, GDX, dit is nogmaals de weekgrafiek, die zit nu ongeveer op het stijgend MA50. En hij moet, bij 36 heb ik ze gekocht. Dus als ik op het niveau van 40 kom, als die koers daar komt, dan sta ik op break-even. Nou ja, ik heb de tijd. In dit geval heb ik dus geen opties. Dus vrij voor mij redelijk uitzonderlijk, maar aandelen. Dus ik heb geen last van tijdverloop, tijd die eruit wegloopt. En ook hier is het gewoon een kwestie van afwachten. Dus ik dacht dat dit zijn mijn... Nou, ik heb nog wel een aantal andere posities, maar dan wordt het misschien een beetje een te lang verhaal. Maar die lopen pas volgende maand af. Dus ja, volgende maand weer een update van hoe de vlag erbij hangt. Dus dit was eventjes mijn verhaal, Menno. En misschien dat jij hem nu kan overpakken. Ja. Als het goed is, hoor je mij, Peter? Ja. Ik heb mijn screen gestopt. Even kijken, share screen. En dan ga ik naar mijn PowerPoint. Zie jij toevallig nu mijn PowerPoint ontstaan? Ja. Fijn. Helemaal goed. Hartstikke fijn, Peter. Dankjewel voor jouw interessante bijdrage. Altijd leuk dat je weliswaar iets met opties doet. Hè? Dus we zitten op Option Friday. Ja. Maar iets totaal anders doet dan ikzelf. En dat, dan ben ik altijd zeer geïnteresseerd en nieuwsgierig van hoe kunnen we eigenlijk op zoveel mogelijk manieren proberen om geld te verdienen met opties. En dat, dat lukt je goed. Dus complimenten. Ja. Even kijken. Een kleine introductie van mezelf. Mijn naam is Menko Sweep. Ik ben in Tilburg geboren en getogen. Ben er ook nog steeds woonachtig en heb er zelfs ook nog gestudeerd. Na mijn studie ben ik bij een vermogensbeheerder in Maastricht gaan werken als trader. Daar ben ik in wezen met het beleggingsinstrument opties in aanraking gekomen en daar zo enthousiast over geworden dat ik in 2010 de website www.optiesbeleggen.nl ben gestart. Met als doel om elke transactie die ik verricht, om die per mail en of per sms naar mensen te mailen en te sms'en. Zodat die exact dezelfde transactie doen als ikzelf en dus ook exact hetzelfde rendement maken als ikzelf. In 2015-16 ben ik met Harm Verwijk in contact gekomen en toen hebben we eens een keer een etentje in Amsterdam gehad. Hij zei van, joh, vind jij het ook eens leuk om op de website je bijdrage te leveren? Dat was de voorloper van www.mijnbelegger.com. Dat heette toen ook de slimstebelegger.nl, schat ik even in. Of .com, maar in ieder geval de slimste belegger. En het idee was om met meerdere mensen kennis te delen, zodat iedereen daar ook zijn voordeel mee op kon doen. Dat heb ik dus ook gedaan. Dus ook vanaf 2017 is er mijn track record te zien. Nou, wat doe ik dan precies? Ik ben een verkoper van call- en put-opties op de AEX-index. Op het moment dat je in optietermen aan het praten bent en je hebt het over het verkopen van een call en een put, dan mag je ook zeggen het schrijven van een call of put optie. Dus op het moment dat jij een call en een put optie op de AEX bijvoorbeeld geschreven hebt, dan noemen ze dat een short strangle. Dus mijn expertisegebied is het innemen van short strangles op de AEX-index. Hoe ziet er dat dan in een plaatje uit?
Eigenlijk als volgt. Ik ga hier even met mijn muis naartoe. Dus even kijken waar ik precies ben. Ik ben hier. Nou, dit is op een bepaald moment de stand van de AEX. Hè? Dus dat is de onderliggende koers tot aan de expiratie. Nou, op het moment dat de AEX dan op dit niveau is, dan ga ik hier aan de rechterkant een short call innemen. Dus ik verkoop een call optie op de AEX-index. Dus boven de koers van de AEX. En aan de linkerkant zie je hier short put strijkprijs staan. Dus hier ga ik een put optie verkopen op de AEX. Dus ik hanteer dezelfde expiratiedatum, maar ik hanteer andere expiratiekoersen. Dus de call optie die is hoger dan de AEX en de put optie is lager dan de AEX geschreven. Het mooie van deze strategie is dat er in een redelijke ruime mate winst te genereren is. Je ziet hier staan maximale winst. Even kijken, ik ga hier met mijn muis naartoe aan de linkerkant. De winst in deze strategie is gemaximeerd. Dat betekent dat de premies die je aan twee kanten ontvangen hebt, hè, dus de premie van de call optie en de premie van de put optie, dat zijn de twee premies die je ontvangen hebt. Dat is meteen ook je maximale winst. Maar ja, aan elke keerzijde van een medaille zit ook een plus en een min kant, om het zo maar eens te zeggen. Dus aan de ene kant is er een maximale winst te genereren, de hoogte van de premies. Maar zo zie je hier ook, als ik bijvoorbeeld naar rechts toe ga, dan zie je als dat AX gaat stijgen en eigenlijk flink gaat stijgen, dus hij komt al buiten deze geschreven waarde van de hoogte van deze call optie, dan zit je nog steeds goed, hè, dat mag, want je hebt ook de premie van de put optie nog gehad. Dus dan kom je hier bij die stippenlijn te staan en dan zeg je, nou, nu wordt het eventjes wat moeizamer, want op het moment dat die AX dan nog forser gaat stijgen, dan zie je dat die winst langzaam gaat verdampen tot aan een break-even point, wat hier zit. En het belangrijkste vind ik ook altijd op het moment dat je deze strategie gaat inzetten, is dat je heel goed moet weten dat je ook met forse verliezen te maken kunt hebben. Dus je ziet hier ook al staan dat hier aan de rechterkant zie ik, hè, dat ik hier neergezet heb, een ongelimiteerd verlies. En dat geldt ook eigenlijk aan de linkerkant. Dat is weliswaar geen ongelimiteerd verlies, want de AX die kan natuurlijk, het laagste punt wat die kan zijn is natuurlijk nul. Hè? Dus als de AX om nul zou staan, lager kan niet. Hè? Dus wat dat betreft is die niet helemaal ongelimiteerd, dat verlies. Maar je ziet wel dat aan die twee poten, aan de linkerkant en de rechterkant, dat het verlies heel fors kan zijn. Belangrijkste instrument wat ik eigenlijk inzet, is dat ik zeg, ik probeer natuurlijk dat rendement te maken, maar door middel van mijn risicomanagement, en ik noem dat eigenlijk geldmanagement, als je dat heel stringent inzet, dan kun je die potentiële forse verliezen voorkomen en kun je dus uiteindelijk per saldo rendement maken. Het voordeel van het verkopen van opties, dat is mijn favoriete stelling, die heb ik ook een klein beetje gekopieerd van meneer Johan Cruijff. Je hoeft niet altijd gelijk te hebben om ook geld te verdienen. Dus de richting en de sterkte van de beweging van de AEX in mijn geval, maar dat kan ook in een aandeel zijn. Dus je kan ook best wel ongelijk hebben dat je denkt, nou, dat aandeel denk ik dat het omhoog gaat en dan gaat het toch omlaag. Dan op het moment dat je aandelen in portefeuille hebt, nou, dan heb je meteen ongelijk en heb je meteen verlies. Maar met opties hoeft dat niet per se het geval te zijn, want dan is de tijdswaarde en het verdampen van die tijdswaarde, die is in jouw voordeel. De waarde van die onderliggende waarde, dus in mijn geval de AEX-index, die heeft namelijk slechts een beperkte tijd, of een bepaalde tijd, schrijf ik hier, om een bepaalde sterke beweging, ofwel omhoog, ofwel omlaag te gaan realiseren. En op het moment dat jij dus de tegenpartij bent, dan is het in jouw voordeel op het moment dat die AEX niet al te veel beweegt. Dat is het groene gedeelte, het voordeel van het verkopen van opties. Ik heb er ook een rood nadeel van bijgezet. En dat is het risico wat ik je net liet zien in dat plaatje. Die twee poten die linksonder gingen en naar rechtsonder gingen. Het risico bij een dergelijke constructie is groot. En dat vereist dus ook dat je een heel strikt risicomanagement, oftewel geldmanagement, hanteert. In mijn jarenlange ervaring heb ik op een gegeven moment een tweetal optiesystemen ontwikkeld. Opties beleggen KT, en KT staat voor korte termijn. En opties beleggen LT, en LT staat voor lange termijn.
voor beide doelstellingen, voor beide systemen heb ik dezelfde doelstelling, namelijk de drie R's heb ik eens een keer zitten verzinnen. Ik wil rust overdag hebben, dus ik wil niet continu heel erg met die beurs bezig zijn om te kijken dat elke paar puntjes omhoog of paar puntjes omlaag, dat paniek in de tent geeft. Want dat zorgt er ook voor dat je rust 's nachts krijgt. Ik wil dus goed blijven slapen met de posities die ik ingenomen heb, dat het niet ten koste gaat van mijn nachtrust. Nou, deze twee zijn eigenlijk twee geintjes, want het belangrijkste is natuurlijk de doelstelling van de beide systemen, is om 1% rendement per maand te maken. En ik heb er een groter dan teken voor gezet. Dus mijn doelstelling is heimelijk om meer dan 1% rendement per maand te realiseren. Benko, er komt een vraagje binnen. Voor mij? Van Theo, vanaf november, zegt Theo, maakte de AEX gigantische stijging van 50 punten per maand. Wat doe je dan? Sluit je dan eerder je positie of rol je hem dan door naar de volgende maand? Ja. Nou, Theo, op die vraag kom ik zo meteen terug, want het is vandaag Option Friday. En dan niet alleen zomaar een vrijdag dat we het over opties gaan hebben, maar we gaan het ook hebben over de optie expiratiedatum. Ik moet even mijn stekker erin stoppen, want anders stopt de laptop ermee. Dus we hebben het vandaag over de optie expiratiedatum. En ik kom direct op jouw vraag terug, Theo. Ik ga dat niet vergeten. Even kijken. Dus ik was aan het vertellen dat ik mede initiatiefnemer ben van tradersvergelijken.nl. Een website die ik samen met Dennis Fransen opgericht heb. Enerzijds vanuit een stukje frustratie dat er op internet heel veel mensen roepen dat ze 50% per jaar of 100% per jaar of zelfs een paar 100% per jaar rendement maken. En wij willen met traders vergelijken een aantal serieuze traders op die website krijgen, zodat mensen die systemen kunnen volgen. Daar is een SMS-service voor, die kost €25 per maand als je mijn systeem zou willen volgen. En dat maakt gebruik van een SMS-service die, wij noemen het eigenlijk semi-autotraden. Je krijgt dan een sms'je en je hoeft dan eigenlijk alleen nog maar op de knop accepteren te drukken en dan wordt de exact dezelfde transactie voor jou verricht in jouw eigen BingBank-account als de transactie die ik zelf verzorgd heb. Waardoor je dus exact hetzelfde rendement maakt als ik. Je ziet daar achter staan het woordje Maxim. We zijn ook bezig om met interactive brokers te praten en met Maxim heel specifiek. Om ervoor te zorgen dat ook zo'n die SMS-service via Maxim gerealiseerd kan worden. Nog een vraagje, Menko. Menko, wat Peter Vlasveld vraagt, wat is het verschil met jouw systeem en weekend beleggen? Ik ken het systeem van Michael redelijk. Het grote verschil zit er maar grotendeels in dat Michael posities inneemt een stukje voor de expiratiedatum en die ook weer sluit voor de expiratiedatum. En ik handel van expiratiedatum naar expiratiedatum, dat is één. En het tweede, Michael die neemt in die zin posities in die wat dichter bij de AEX zitten, dus ook wat meer risico behelzen, waarbij als het goed gaat ook wat meer rendement gemaakt wordt, maar als het fout gaat ook wat meer verlies gemaakt wordt. Dus, en mijn posities die zijn wat verder weggelegen van de huidige koers van de AEX, waardoor ik dus niet zo bevattelijk ben voor de waan van de dag. En dus, laat ik zeggen, ook wat minder risico nemen. En genoegen neem met mijn 1% rendement per maand, wat ik dan ook wel elke maand wil realiseren. Dat is even kortweg het verschil, maar misschien moet je dat ook in een volgend webinar bij Michael maar eens even vragen, hoe hij daar tegenaan kijkt. Maar dat is in ieder geval ook zoals ik zijn systeem inschat. Even kijken. Ik wil een klein stukje gaan vertellen over de AEX-opties en de expiratiedatum die daarbij hoort. De expiratiedatum is namelijk heel belangrijk bij opties, want bij elke optie hoort een bepaalde termijn waarop ze aflopen, oftewel expireren. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over opties die lopen tot en met juni 2021, dan is het altijd zo dat die opties een afloopdatum hebben op de derde vrijdag van de maand, juni dus. Of als je het hebt over januari opties, dan is het de derde vrijdag van de maand dat de expiratiedatum is. En als je in je agenda kijkt, voor mij heel belangrijk in ieder geval, dat is dus vandaag.
We hebben dus vandaag de expiratiedatum. Dus vandaag wordt besloten of wordt een hamer... Een tik op de, ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Wordt een klap opgegeven. Ja, een klap opgegeven, inderdaad, Peter. Dat was, ik was het even aan het zoeken. Ja, dankjewel. Ja, jij bent ook meer een woord virtueus dan ik. Even kijken, vandaag wordt er dus inderdaad een klap opgegeven en wordt bepaald of we deze maand geld verdiend hebben, ja dan nee. Even kijken, de optie expiratie die werkt iets anders bij Nederlandse aandelenoptie dan ten opzichte van opties bij de index. En er is een groot verschil of je gekochte opties in je portefeuille hebt of geschreven opties in je portefeuille hebt. Indexopties, en dat zijn dus de opties waarin ik handel, hè, dus de AX-opties, die kunnen enkel op de expiratiedatum worden uitgeoefend. Bij aandelenopties is dat niet zo. Dan kan er ook tussendoor kun je geassigned worden en dan kun je dus aan jouw verplichting gehouden worden. Maar als jij een indexopties handelt, dan kun je dus niet tussendoor door de tegenpartij aangewezen worden om je plicht na te komen. En dat vind ik een heel erg groot voordeel. Dat betekent niet dat ik als schrijver van die optie verder helemaal niets meer kan doen, dat het een heel statisch gebeuren is. Want ik kan natuurlijk elk moment van de dag tot aan vanmiddag 3:30, 4:00... kan ik de optie die ik verkocht heb, kan ik natuurlijk terugkopen. Dus wat dat betreft ben ik flexibel genoeg om daarin te handelen. Maar dan ben ik altijd zelf koning in het tijdperk. Hè? Peter, ik zal niet de hele tijd zeggen of je me een beetje kunt helpen met... maar ik bepaal in ieder geval dus wat er gebeurt. Ik ben meester in de piste, zo zou ik het zeggen. Even kijken. Ik heb een vraag gekregen van iemand hoe de expiratiekoers van de AX nu eigenlijk berekend wordt. Nou, die vraag heb ik wel eens wat vaker gekregen en dat is een heel simpel iets. Op de derde vrijdag van de maand, dat is dus vanmiddag, wordt tussen 3:30 en 4:00, wordt elke minuut de stand van de AIX genoteerd. Nou, op het moment dat je dat van 3:30 tot 4:00 doet, dan krijg je dus 30 standen van... Oh, eentje terug, sorry. Dan krijg je dus 30 standen van de AIX. En als je die dan weer door 30 deelt... dan krijg je de settlement koers, oftewel de expiratiekoers van de AX. En tegen die koers wordt dus een en ander gesetteld. Bij indexopties is het zo dat, omdat er natuurlijk geen onderliggend aandeel is, hè, er is geen aandeel AX, dan is het altijd zo dat er sprake is van een cash settlement. En op het moment dat je de koers die jij, of de optie die jij hebt, dat daar waarde in zit, dus dat die in de money is, dan krijg je automatisch geld gestort. Dan ontvang je dat op het moment dat je die optie hebt gekocht. Ik ben een schrijver van die optie, dus op het moment dat er waarde zit in de optie die ik heb verkocht, dan moet ik geld betalen. Maar dat is natuurlijk niet wat mijn insteek is. Ik wil die optie schrijven, die wil ik verkopen. Ik wil die premie ontvangen. En als je dan even teruggaat naar mijn figuurtje, dan wil ik een beetje dat die AX tussen die twee poten blijft zitten, zodat ik de maximale winst kan realiseren. Benko, er komt nog een vraagje binnen. Ja. Van John. John vraagt, tot hoe laat kun je aandelenopties terugkopen? Aandelenopties, dat zeg ik even uit mijn hoofd. Dat dacht ik dat dat tot 5:30 vanmiddag dus is, hè, op de derde vrijdag van de maand. Maar dat betekent niet dat als jouw optie om 5:30 geen waarde heeft, dat je dan zegt, nou, op maandag dan ben ik gevrijwaard van die optie. Want ik geloof dat professionele partijen tot zaterdagochtend 12:00 of 1:00 nog de mogelijkheid hebben om jou aan jouw verplichting te houden. Maar ik ben er een groot voorstander van om niet, ik wil graag meester in de piste zijn, dus ik wil niet afhankelijk zijn van de tegenpartij. Dus op het moment dat ik me daar niet helemaal goed bij voel, dan zou ik altijd zeggen, sluit die positie die je dan hebt, want dat laatste 4-5 euro, hè, daar gaat het eigenlijk ook niet meer over. In plaats van, stel nou voor dat je een put hebt verkocht en in het weekend gebeurt van alles en nog wat op vrijdagavond, en dan word je op zaterdagochtend, krijg je opeens heel veel aandelen geleverd, daar zit je waarschijnlijk ook niet op te wachten. Maar voor de alle zekerheid zou ik daar misschien even jouw broker over bellen, tot hoe laat dat exact is. En weet jij, Menko, nog een vraag. Weet jij of jouw berekening van die settlementkoers ook voor de DAX geldt? Bij bijvoorbeeld een aandeel van Bayern? Nou, ik kan me voorstellen dat als jij indexopties handelt,
dat de berekeningswijze van hoe de AEX zit, dat dat redelijk vergelijkbaar is met die van de DAX. Ja. Maar misschien, ik weet niet van wie de vraag komt, maar misschien dat Jan-Robert Schutte of Harry Klip daar, want die handelen ook in Duitsland, dat die daar iets meer verstand van hebben. Ik probeer het eigenlijk zo te doen, schoenmaker blijf bij je leest, om nog maar een cliché te gebruiken. Ik focus me op de AEX. Opties, hè, want daar, die heb ik in de hand, daar heb ik controle op, daar heb ik al een jaar of 20 dat ik daarin handel. Dus wat dat betreft heb ik daar alle verstand van. En iets wat daar buiten zit, dat weet ik wel iets vanaf, maar ook niet helemaal exact. Sorry. Even kijken. We hebben dus de optie-expiratie van december gehad, op de derde vrijdag van december. En zowel op de website van Harm van Wijk, dus op mijn.belegger.com, als op mijn eigen website, vermeld ik ook altijd de transacties die ik verricht. Op 23.12 noteerde de AEX zo'n beetje €620. En er werd toen straks ook wel de vraag gesteld van, de AEX is eigenlijk best wel een hoop gestegen. Wat heb je gedaan? Nou, ik heb op 23.12 een call verkocht, een openingsverkoop van één call op de AEX-index. Voor januari, hè, dus tot en met de derde vrijdag van januari, dat is dus vandaag, met een uitoefenprijs van 660 en daar heb ik destijds 45 cent, oftewel €45 voor gehad. Ik heb zo'n beetje 60 cent aan transactiekosten. Nou, hey, ik reken even voor het gemak dat ik daar €1 voor reken. Dus ik heb €44 aan premie gehad. En ik heb op dezelfde dag, dus ook op 23.12, ook een put verkocht, zodat mijn short strangle dan eigenlijk compleet is. Dus ik hanteer dan exact dezelfde expiratiedatum, ook januari 2021. Ik heb een uitoefenprijs destijds gekozen van 545. Je ziet dus dat er best een hele grote bandbreedte is om even op de voorgaande vraag terug te komen. Hè. Dus ik heb 40 punten omhoog en nou, bijna 100 punten naar beneden toe als bandbreedte genomen. Voor die put heb ik dus €105 gehad, minus die 60 cent, oftewel €1. Aan transactiekosten €104. Dus per saldo heb ik €148 gehad. Als je deze transacties ook wil volgen, dan heb je €5900 aan marginverplichting nodig. De bank, de broker, die vraagt hiervoor €5900 aan zekerheidsstelling. Maar ik reken eigenlijk altijd met een benodigd vermogen van €10.000. Waarom doe ik dat? Ik heb de afgelopen 9 maanden moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Afgelopen 9 maanden heb ik winst gemaakt, maar er zullen ook ongetwijfeld maanden tussen zitten dat ik verlies ga maken. En dan moet dat meteen bijgestort worden. Dat is 1. En 2, de marginverplichtingen die door de broker individueel vastgeteld wordt, die kan ook per broker verschillen. Dus het kan zo zijn dat bijvoorbeeld Maxim lagere eisen stelt dan Bingbank. Dat is 1. En 2, ook heel belangrijk. Een broker kan door middel van het feit dat er bijvoorbeeld allerlei evenementen op stapel staan, kan die marginverplichting ook omhoog trekken. Dus ze hebben allemaal een eigen berekeningswijze. En ja, toen een tijdje geleden de Amerikaanse verkiezingen waren, toen zag je dat al die marginverplichtingen of de marginvereisten omhoog getrokken worden. Dus daarvoor heb ik eigenlijk altijd een ruime vaststelling van mijn benodigd vermogen hanteren. Even kijken, terugkomend op de vraag. Nou ja, we zijn natuurlijk flink gestegen, hè, want we zijn op maandag 21 december gestart met een opening op 6,15. Het hoogste punt werd gisteren neergezet op 6,56, dus die kwam aardig in de buurt van mijn 6,60. Het laagste punt werd neergezet op 6,02. Nou, mijn put is dus nooit echt in gevaar gekomen. Maar je zag dus dat er een hele grote spread was, hè, van 55 punten. Dat is, ik zal niet zeggen uniek, want we hebben in het eerste kwartaal wel grotere spreads meegemaakt toen het coronavirus rondwaarde. Maar je zag dus in deze maand een hele forse spread. Hoe heb ik dan gereageerd op mijn call 660? Omdat we natuurlijk het hoogste punt 656 hebben geraakt. In wezen, op het moment dat jij... dat is een les die ik aan iedereen mee wil geven. Op het moment dat ik een call-optie verkoop en op het moment dat ik een put-optie verkoop, dan maak ik vooraf altijd een handelsplan. Dus ik wil mijn maximale winst weten. Die is dus gemaximeerd aan mijn premie, de ontvangen premie. Ik laat mijn opties altijd
aflopen tot aan de expiratiedatum. Dus ik hoop het eigenlijk altijd zo te doen dat ik die call en put verkoop. En vervolgens niets meer hoef te doen. En het eind van de maand, of tenminste op de volgende expiratiedatum, dat ik die premie dan, die ik ontvangen heb, dan ook als winst kan bijschrijven. Maar ik heb ook altijd een stop-loss ingebouwd. Dus op het moment dat ik een positie inneem, en zeker bij een optiepositie is dat het geval, vind ik dat je vooraf een handelsplan moet gereed hebben, moet je klaar hebben, voordat je die positie inneemt. Hè, dus dat je niet meegenomen wordt in de emotie van de beurs. En dan ga jij op basis van de indicatoren die jij vastgesteld hebt, een stop-loss creëren. Nou, dat heb ik ook gedaan. En mijn stop-loss is dus niet geraakt. Ondanks dat ik dus gisteren best wel eventjes dacht van, hey, de beurs gaat zo'n beetje 12 punten omhoog. Eergisteren stonden we nog op 6,40 geloof ik. Toen stonden we opeens op 6,56. Dat gaat wel heel hard. Maar ja, mijn stop-loss werd niet geraakt. Dus ik heb niet ingegrepen. Dat als antwoord op de vraag. De AX staat nu op ongeveer op 6,54. Tenminste, dat was het zo toen ik een half uurtje geleden instarten met het luisteren naar Peter. Dus het kan nu best zo zijn dat er een puntje hoger of lager staat. Maar ik verwacht dus dat mijn opties zonder waarde gaan aflopen. Goed, dat er een klap opgegeven wordt, Peter, nogmaals bedankt voor jouw aanvulling. Dat wordt dus vanmiddag om 4 uur besloten. Die 148 euro die ik hier in januari 2021 heb staan, dat is dus een beoogd rendement. Dus ik heb 9 maanden winst gemaakt. En de bedoeling is ook dat ik dus vanmiddag, dat die niet, de AX niet boven die 660 gaat komen, zodat ik alsnog een sluitingskoop moet doen. En daar zouden mijn abonnees krijgen daar dan een mailtje van en een sms'je van, zodat ze exact dezelfde transactie kunnen doen als ik. Maar ik hoop dus natuurlijk dat die zo'n beetje op dit niveau blijft hangen. En dan heb ik dus weer mijn rendement gerealiseerd. Hè? Want ik wil dus minimaal 1%, oftewel 100 euro per maand, realiseren. En ook nog een vraagje van Peter Vlasveld. Wat doe je nou als die wel boven de 660 komt of sluit? Ja, nou, dan gaat mijn stop-loss ongetwijfeld geraakt worden. En dat is het handelsplan wat ik vooraf geschreven heb. Daar heb ik dus op 23 maart mijn handelsplan gemaakt. Op het moment dat hij daarboven komt, dan sluit ik die positie. Dus ja, de beurs, het is nu even kijken, iets voor 1 uur. Om 3:30 begint de teller te lopen. En dan gaan die 30 standen tot 4 uur, die 30 minuten worden, die gaan lopen. Dus op het moment dat mijn stop-loss geraakt gaat worden, dan zal ik alsnog die positie sluiten. Maar ja, goed, op het moment dat het niet het geval is, dan heb ik dus per saldo de totale premie verdiend. Maar Menko, nog even voor mijn begrip, stel even theoretisch dat dat de koers op 659 sluit. Wanneer is nou de settlement van de AIX? Morgen op zaterdagochtend? Ja, nee. Dus dat is die. Oh nee, wacht. Dat is. Ja, natuurlijk. Ja. Bij mij is het zo: tussen 3:30 en 4 uur wordt elke minuut, dus 30 minuten lang, wordt de stand van de AIX genoteerd. Nou, die stand deel je dus dan weer door 30. En dan krijg je dus om 4:01 is bekend wat de stand van de AIX is. En ik heb wel eens begrepen dat om 4:15 dat mensen moeten hun geld op de rekening staan op het moment dat ze die opties gekocht hebben en dat daar waarde in zit. Of je moet dan uiteraard ook betalen op het moment dat je schrijvende partij bent. Dus laat ik zeggen, om 4:00, 4:15, 4:00 is bekend, 4:15 wordt er gezetteld, maximaal. Ja. Even kijken. Ik heb dus gezegd dat ik zo'n beetje 10.000 euro aan benodigd kapitaal nodig heb. Dat is een ruim gemeten kapitaal. Op het moment dat je de rendementen terug rekent naar jaarbasis, zit ik op zo'n 15% per jaar. Op het moment dat je eigenlijk gaat kijken naar de daadwerkelijk benodigde marginverplichting waaraan je moet voldoen, dan zie je dat je een call en een put optie op de AX mag gaan schrijven als je 5900 euro op de bankrekening hebt staan. Als je dat als basis van het rendementsvermogen hanteert, dan zit je natuurlijk met een veel hoger rendement, zit je op 25% rendement. Maar ik vind dat een klein beetje gegoogeld met getallen. Ik hou eigenlijk gewoon vast aan mijn 10.000 euro die ik op de bank heb staan, en dat je daar je 1% rendement per maand mee om moet realiseren. Nou, vanmiddag dus om 4:00 wordt er de klap opgegeven.
Om 4:15 is mijn marginverplichting wordt ook weer op nul gezet. Hè? Want dan zijn die call en put optie op de AX zijn uit mijn portefeuille verdwenen. En vanaf aanstaande maandag ga ik dus dan nieuwe posities innemen voor de februari optie expiratie. En daar heb ik ook een aanbod voor. Op het moment dat je naar mijn website gaat, dan kun je daar naar aanmelden gaan. aanmelden@optiesbeleggen.nl. En als je daar naartoe gaat, dan kun je 1 maand lang alle transacties die ik verricht per mail krijgen. Daar zitten geen kosten aan verbonden. Dat is geheel gratis. En op die manier kun je zien uiteraard welke transacties ik verricht. Want die mail die stuur ik ook binnen 5 minuten nadat ik de transactie zelf heb verricht. Zo zie je ook het risicomanagement wat ik hanteer. Nou, het is natuurlijk altijd te hopen dat je niet hoeft in te grijpen. Maar op het moment dat het wel het geval is, dan zul je ook zien welk risicomanagement ik hanteer. En zo kun je natuurlijk ook zien welk rendement ik realiseer. Dus wat dat betreft nodig ik je van harte uit om een mailtje te sturen. En dan kun je eens een maandje met me meekijken. Even kijken. Dit was eigenlijk het einde van mijn verhaal. Want nogmaals, het is vandaag optie-expiratiedatum. Dus dan moet je ook met de billen bloot om eens te vertellen wat de rendementen zijn geweest. Ik ga eens kijken of ik naar New Share kan gaan. Even kijken. En Peter, misschien heb jij vragen tot op heden. Ik zit net op mijn iPhone te kijken. De cijfers van JP Morgan die zijn net bekend geworden van de kwartaal. Oh. $3.79 per aandeel ten opzichte van $2.62 wat de verwachting was. Dus die banken die verdienen zich nog steeds helemaal scheel. Ja, nou dat is een goed teken. Ja, ik had nog een vraagje, zag ik voorbij komen van, even kijken. Ja. Theo Mulder die zegt, je gaat overnight, hij kan 's nachts door je stop losgaan. Dan klop je stop los toch niet en heb je een andere koers. Maar dan moet die koers wel een heel erg grote sprong maken. Ja, dat klopt. Maar hij heeft natuurlijk in principe wel gelijk. Ik schrijf een call-optie en ik schrijf een put-optie. Ja. Tot aan de derde vrijdag van. Derde vrijdag van januari, dat is vandaag. Maar ik start maandag weer voor de februari-optie-expiratie. En natuurlijk, hè, dan zit je 4-5 weken. Ik geloof dat de aankomende expiratiedatum zelfs 5 weken gaat behelzen. Dan zit je overnight. Dat vind ik niet helemaal een probleem. Waarom niet? Omdat de grenzen die ik aanhoud, dus de expiratiekoersen die ik aanhoud, dus het niveau van de call optie als plafond en het niveau van de put optie als bodem, die zijn zo ver weg van de huidige koers van de AEX, dat ik daar best ook wel een risico in durf te nemen. Dus dan moeten er wel hele gekke dingen gebeuren overnight. Wil de AX bijvoorbeeld 80 punten gezakt zijn in één night. Maar dat klopt, je gaat overnight en ik dek de risico's niet af. Dat wil ik ook niet, want ik wil die verzekering, de kosten van die verzekering wil ik uitsparen om bij mijn rendement te tellen. Even kijken, ik ga eens kijken wat de AX op dit moment doet. Peter, klopt het als ik zeg dat jij nu ook mijn... Ja. Pro-trader account van Bing ziet. Ja. Ja, nou, hè, dan zie ik dat we zijn nu live in de house. De AX staat op 6,53. Dus de AX heeft nog 3 uur de tijd om 7 punten te stijgen. En je ziet dat de call die ik hier heb staan, hij staat niet voor niets prominent in beeld. Ik zal hem even iets groter zetten. Die zou ik nu kunnen sluiten op 4 cent... Want de markt gelooft eigenlijk niet meer dat we boven die 6,60 komen. Ik heb hier dan eigenlijk ook altijd, en dan zie je hier de serie die ervoor zit. Dus de 6,55, dat is deze. Die was gisteren nog 2,95 waard. En die is nu ook helemaal aan elkaar gekukeld. Omdat de verwachting is dat we ook al niet boven die 6,55 gaan komen binnen een uurtje of 3. Dus die zou je nu op 28 cent kunnen sluiten. Maar dan vind ik dus dat je te veel dicht bij die markt zit, te dicht bij de AEX zit, en dan ben je te afhankelijk van de grappen en rollen van die AEX. En dat wil ik niet, ondanks dat
We hebben ook een appgroep. En ik zag dat Charles ook in de house is. En die had ik vanochtend al op de app in die groep. Die zegt, nou, het is wel spannend. Want die doet ook al een aantal maanden mee. Dus de afgelopen maanden was het... twee vingers in de neus zal ik niet zeggen. Maar was het heel makkelijk geld verdienen. Maar nu was het gisteren toch eventjes spannend. En ook bij de opening vandaag. En dan zit ik met mijn vinger aan de knop om te kijken van, nou, stel nou voor dat die eigenlijk toch was doorgestegen. Ja, dan moet ik ingrijpen. Hè? Dan wordt mijn stoploss geraakt. Nou, gelukkig voor mij is dat niet het geval. En nou, het ziet er ook niet naar uit dat we tot 4 uur, de aankomende 3 uur dus, die 660 gaan bereiken. Dus wat dat betreft dan, ondanks met een beetje spanning, hebben we toch weer die 148 euro verdiend. Eens even kijken of ik naar die chat kan gaan, want daar heb ik eigenlijk altijd een klein beetje moeite mee om daar te komen. Eens even kijken. Misschien dat jij nog een vraag ziet staan, ja, Peter? Ja, Tjeu heeft nog een vraagje. Die zegt, dus dankzij de winst van 15% op 10.000... kan je 2 contracten inzetten per keer en toch aan de marginverplichting voldoen? Ja, dat klopt. Er zijn ook mensen die, en laat ik zo zeggen, bij BingBank is het zo dat er dus 5900 euro, nou zeggen we voor het gemak, 6000 euro aan margin wordt gevraagd. Dus er zijn er heel veel mensen die volgen mijn systeem. Maar die doen dat met factor 2, want dan hebben ze 12.000 euro aan marginverplichting, hebben ze gereserveerd. En ja, daar komen ze natuurlijk qua rendement veel beter uit. Maar mij gaat het niet zozeer om te pronken met het rendement. Mij gaat het veel meer dat ik de risico's in de raad hou. Ja. Maar ook daarop ingrijp. En dat, want de ene broker die heeft ook weer een andere marginverplichting dan de andere. Ik zeg al, ik reken met 1 euro kosten. Ondanks dat ik zelf 60 cent betaal. Maar iemand anders betaalt weer 40 cent of 80 cent of 2 euro. Dus wat dat betreft heb ik een soort template gemaakt. Dat ik zeg, ik reken gewoon 1 euro aan transactiekosten. Ik reken 10.000 euro aan benodigd vermogen. Maar het klopt inderdaad, er zijn heel veel mensen die met 12.000 euro meedoen en dan 2 contracten doen. Ja, klopt. Dat is ook zo. De AIS gaat goed voor mij. Hè? We gaan 6,52,5. Er gaat 0,5% vanaf. Nou, ik ga om 4:01 lekker een mijntje opentrekken, schat ik even in. Het klopt dat, ik heb ook wel eens een keer de vraag gehad, waarom start je niet op na vanmiddag, 4 uur? Want dan heb je dus geen margin meer aan je broek hangen. Waarom start je dan niet met dan al de opties in te nemen voor de februari-expiratie? Nou, dat doe ik expres niet, omdat ik dan in ieder geval 12 maanden of 12 weekenden per jaar ook geen overnight of weekendpositie in de portefeuille heb. In de weekenden gebeurt het natuurlijk vaak, dan heb je een aantal dagen de tijd, vanaf vrijdagavond tot maandagochtend de tijd dat er allerlei gekke dingen zouden kunnen gebeuren. Nou, dan ben ik in ieder geval 12 weekenden per jaar daar ook van gevrijwaard. En ik vind het ook wel eens een keer lekker om geen posities in de portefeuille te hebben en in wezen zo aanstaande maandag weer met een verse lijn te beginnen. Gebeurt altijd in het weekend, hè? Gek nieuws. Ja, gek. Ja, dan heb je daar ook de meeste kans op, of het meeste risico, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dan heb je natuurlijk een aantal dagen dat er gekke dingen kunnen gebeuren. En dan ben je dat in ieder geval een slag voor. Ja. Eens even kijken, want dan ga ik naar Stop Share. Kijk, en dan zie ik wel meteen die chats verschijnen op een of andere manier. Even kijken. Henk vraagt, ik kijk vanaf 12:20... al besproken bij de koersdaling de calls terugkopen. Nou ja, bij een koersdaling... dat doe ik toch eigenlijk niet, Henk. Dus ik neem een call en een putoptie in op de AIX. En bij mijn systeem optiebeleggen KT is het idee om nooit opties terug te kopen of door te rollen. Maar op het moment dat mijn risico geraakt wordt, hè, dus mijn stoploss geraakt wordt, dan sluit ik die positie en dan ga ik geen nieuwe positie openen. Bij mijn tweede systeem, optiebeleggen LT, de lange termijn, daar hanteer ik een beleggingshorizon van tussen de 3 en 9 maanden. Daar doe ik dat wel. Dus daar sluit ik dan een positie en die rol ik dan bijvoorbeeld 3 of 6 of 9 maanden weer verder door. Dat zijn twee verschillende insteken. Dus alle twee wel met een short strangle. Zowel op KT als op LT. Maar bij KT sluit ik altijd en bij LT rol ik altijd door.
Kees zegt, de reden van de AX-stijging gisteren was de sterke stijging van de, ja, de semis, hè, dus ASMI, ASML. Ja, Odi deed ook een duit in het zakje, geloof ik. En Philips en Unilever en de financiële waarde ook. Ja, dat klopt, maar daar heb je gewoon mee te maken. Kijk, ik vind het veel leuker als ik eens even mijn... even kijken, toch weer even naar share screen ga doen. Is ASML nu het duurste aandeel in de AEX? Ik las zoiets vanochtend. Ja, ik geloof het wel. Kijk, dit is het scherm waar ik naar kijk. En dan zie je hier ABN, Adyen, AXO, nou helemaal naar beneden toe naar Unilever. Dan vind ik altijd een ratje toe. En ik vind het veel leuker om even de verschillen te laten zien. En dan begin ik altijd met groen bovenaan. Want het leuke vind ik altijd dat er een aantal aandelen zijn die gaan omhoog. Nou, hè, we zien hier nou Philips, Unilever en ING, die gaan omhoog. Je ziet een aantal waarden, een aantal aandelen die gaan omlaag. Nou, Koninklijke Olie, ASML toevallig, Fugro, Arcelor. Dus wat dat betreft vind ik dit altijd het meest ideale plaatje. Want er gaan sommige aandelen omhoog, er gaan sommige aandelen omlaag. En dan betekent het in wezen dat de AEX als gewogen gemiddelde niet al te veel beweegt. En dat is natuurlijk de doelstelling waarom ik ooit van short strangles op aandelen naar short strangles op de AEX ben overgestapt. Eén individueel aandeel beweegt nu eenmaal veel meer dan de AEX zelf. En dat is de reden geweest om naar short strangles op de AEX over te stappen. Nou, de AEX gaat voor mij heel goed. Hè? We gaan naar 6,52. Dus mijn 6,60 die is bijna helemaal niets meer waard. Dus we gaan vanmiddag lekker een wijntje, een borreltje openen op deze maand weer. Heel goed. Even kijken. Dit is in wezen het scherm waar ik naar zit te kijken. Dus je houdt de aandelen in de gaten, je houdt natuurlijk de DAX in de gaten. De posities die wellicht vervelend voor je kunnen zijn. Hè? Dus zo'n call januari was natuurlijk in beeld. Ik kijk hier naar ASML, Koninklijke Olie, Philips en Unilever. Dat zijn de vier grotere aandelen in de AEX. Oftewel de aandelen die de grootste weging hebben. Want ja, die bepalen dus in grote mate ook waar die AEX naartoe gaat. Hier zie je een aantal optieposities allemaal staan. Hier zie je de future op de AX staan. Dit is mijn lange termijn systeem. Hè? Dus ik heb hier een tweetal poeten en één call. Hè? Want je zag dat die call optie in juni, die is hier weg. Die hebben gesloten met verlies. En dat bedoel ik eigenlijk met het doorrollen van posities waar ik het toen straks over had. Daar heb ik een verlies op gemaakt. En ik zit eigenlijk te wachten tot die AX uitgestegen is. Want op het moment dat het geval is, dan kan ik weer een nieuwe call juni gaan schrijven. Maar dat is dus nu nog niet helemaal het geval. Hè? Dat moet een duidelijke bevestiging worden wanneer dat gedaan wordt. En ja, dat is in wezen hoe ik handel. Mijn oog valt nog op een vraagje. Hoe had jij die strikes van de 660 call en 580 put bepaald? Doe je dat... Ja. Is dat altijd 40 punten of kijk je naar de volatiliteit? Volgens mij kijk je vooral naar de premie die je kan... Er zijn een aantal factoren zonder helemaal het geheim van de smid prijs te geven. Maar ik kijk eigenlijk naar vijf dingetjes. Natuurlijk is het heel belangrijk de koers van de AX op dit moment. Hè? Dus waar gaat die aanstaande maandag mee openen? Of wat is een klein beetje een trendkanaal? Zitten we in een stijgende beurs of in een dalende beurs? Dat is een belangrijk iets. Nou, ik kijk in de tweede plaats naar optiepremies. Ik wil natuurlijk minimaal 100 euro aan premie ophalen als ik een call en een put schrijf. Maar daarbij spelen een aantal indicatoren, een aantal waarden een bepaalde rol. Zonder heel technisch te worden maak ik gebruik van de Grieken. Hè, dus de theta, de delta en de gamma. Zonder dat nu eventjes heel uitgebreid te gaan vertellen. Maar hè, dat zijn voor mij indicatoren waar ik naar kijk om te bepalen dat ik weliswaar wel het rendement wil maken, maar ik wil natuurlijk niet het risico lopen dat ik uitgetikt word, ofwel met mijn call naar boven toe, ofwel met mijn put naar beneden toe. Dus ik probeer de kans daarop zo klein mogelijk te creëren, of te maken. En zo creëer je dan in wezen een continu rendement. Ja.
Dus dan kijk je ook, denk ik, naar de delta. Als ik het zo zeker. Alle Griekse waarden, of Griekse indicatoren, dat zijn waarden, geloof ik. Ja, voor mij geven die een indicatie van wat de strijkprijzen moeten gaan worden. Maar ik wil mijn strijk dus zo neerzetten dat ze net niet geraakt worden. Want dan hoef ik dus niet in te grijpen. Nou, die 660 is dus eigenlijk een perfect gekozen waarde gebleken. Want we zijn op 656 gekomen. En we zijn niet richting die 660 gegaan of daaroverheen. Dus wat dat betreft dan was dat een goeie. Ja. En de put had natuurlijk best wel wat hoger gemogen ten opzichte van die 545 heb ik geschreven. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen, joh, je had toch ook de 550 of de 570 of 580 of 600 kunnen schrijven. Maar dan ga je dus weer te veel in de buurt van die AX zitten. En dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk die rust hebben dat ik die beurs die mag best een beetje omhoog en best een beetje omlaag. We zijn deze maand fors omhoog gegaan. Hè? We zijn een beetje 50 punten spread is er geweest. Maar dat, goed. Hè? Ik wil met name die ruimte, die wil ik hebben tussen mijn geschreven call en mijn geschreven put optie. Zodat ik niet meteen in de paniek schiet op het moment dat die AX eens een keer een paar punten omhoog of omlaag gaat. Even kijken. Ik ga dit stop sharen. Eens even kijken. Nou, ik zie zelf ook geen vragen meer. Nee, geen vragen. Nou, dan hoop ik dat het duidelijk is en dat Peter en ik jullie weer een stukje inspiratie gegeven hebben om met opties ofwel aan de gang te gaan. Daar kun je een mailtje naar Peter sturen, daar kun je een mailtje naar mij sturen en dan kun je alle twee eens kijken de dingen die wij doen. Of dat je zelf ideeën hebt en dat je in ieder geval ook zegt van hey, dat instrument opties, dat behoort echt een plek in mijn portefeuille te hebben. Dus wat dat betreft dan hoop ik echt dat we een stukje inspiratie geboden hebben om daarmee aan de slag te gaan. We zijn over tijd, Peter. We zijn kwart over één. Ik krijg van Constance al een appje of in de chat bedoel ik eigenlijk. Dankjewel iedereen. Interessant webinar. Graag gedaan, Constance. Nou, ik zeg dat allemaal bekende mensen. Piet was er en Charles was er. Gerber was er. Leuk. Christophe was er. Ja, leuk. Hartstikke goed. Dankjewel. Ik ga jullie alvast een heel goed weekend toewensen. Frans ook. Hartstikke leuk dat je ook zo actief bent op mijn.beleggen.com, Frans. Leuk. En dat er steeds meer mensen ook dit webinar weten te vinden. En ja, zo proberen we in wezen de toegevoegde waarde bij de website van Harm te creëren. En nou ja, we hopen dat het... zo te zien is het gelukt met alle leuke dingetjes. Ja, leuk om te zien. Arjen, ben jij nog aanwezig of sluit jij af? Of wordt er afgesloten? Afgesloten. Ja, ik ga afsluiten. In ieder geval ontzettend bedankt, Manuel. Graag gedaan. En wat mij betreft... ik weet niet of jullie volgende vrijdag ook weer zijn ingepland? Of, volgens mij... Nou, ik geloof... Het is Option Friday, maar ik denk dat Fred Hendricks dan een keertje met zijn hoog dividend rendementen komt. En dat misschien dat we nog een keer op een andere dag opties doen. Dat mensen ook op een andere dag misschien iets meer ruimte hebben om dan het webinar te volgen. Ja, dat ik zie inderdaad Fred Hendricks had gepland. Ja, dinsdag is volgens mij nog vrij. Maandag hebben we crypto's. Woensdag hebben we Ronald en Jan Robert. Maar Menko zie ik donderdag in ieder geval gewoon staan, samen met Roel. Dus dan doen wij weer iets aparts. Dan gaan we het niet over onze eigen systemen hebben, maar dan gaan we het hebben over beurswijsheden. Kijk. En of die waar of niet waar zijn. Dat is ook erg interessant. Maar mochten jullie in ieder geval nog interesse hebben, dinsdag is in ieder geval nog een plekje. En anders kan het natuurlijk ook altijd nog, ik zie je in ieder geval... even kijken voor de week daarop op vrijdag ook weer staan, Menko in ieder geval. Dus er zijn in ieder geval genoeg mogelijkheden om verder te verdiepen in opties. Dus dat komt volgens mij helemaal goed. Leuk. Dus wij zijn er in ieder geval weer maandagochtend vanaf 8 uur. Dan gaan we weer met de trade navigator aan de slag. Lopen door de markt, gaan we kijken wat er allemaal van interessante ontwikkelingen allemaal zijn. Dus volgens mij komt het in ieder geval helemaal goed.
Ik wil iedereen in ieder geval ontzettend bedanken, ook voor de aanwezigheid, voor de vragen en een heel goed weekend wensen. Zorg goed voor elkaar, blijf gezond en dan spreken we elkaar binnenkort weer. Prettig weekend. Dankjewel allemaal. Bedankt Peter ook, bedankt Harm, bedankt alle deelnemers. En graag tot de volgende keer. Bedankt allemaal. Goed weekend. Goed weekend, dag.